Onderwijsminister Henry Ory is niet tevreden met alle resultaten van de recente peilingtoetsen die het ministerie heeft gedaan. Dit vertelde hij reporters eerder deze week. De bewindsman stelt dat met de leerkrachten gewerkt zal worden aan het opkrikken van de resultaten. Nou, in elk geval, ik krijg verschillende informatie. We hebben peilingtoetsen gedaan. We zien dat vooral de klasse 3-4 het heel goed hebben gedaan. We zien wat uitslagen bij de hogere klassen, dus 5, 6, 7, dat toch met rekenen en taal aantal cijfers toch beneden het gemiddelde zitten. Dus taal en rekenen ben ik niet zo tevreden en we gaan met de leerkrachten van op niveau proberen toch wel iets aan te doen. Omdat we toch richting de eind van het jaar een beter resultaat moeten hebben. Maar duidelijke indicaties bij de klasse 5, 6, 7 geven toch wel aan dat het rekenonderwijs en taalonderwijs een beetje te lijden heeft. Maar dat heeft te maken met een aantal factoren. Eén, de post-COVID kinderen die doorstromen naar die hogere klasse. En voor een deel heeft het te maken met kinderen die door te makkelijk zijn overgegaan. De minister benadrukt dat met wat extra programma's steun gegeven moet worden op het gebied van rekenen en taal. Het landelijk gemiddelde moet omhoog en deskundigen moeten persoonlijke aandacht besteden aan de zwakke kinderen, aldus Ory.